Ik heb al jarenlang therapie gehad, maar ik heb het idee dat het allemaal niet helpt. Hoe kan dit? De, de treurige realiteit is: je hebt maanden tot jarenlang eigenlijk bijgedragen, ongewild, aan dat jij nu staat waar je nu staat met je klachten. En dan kan je niet verwachten dat het in een dag weg is. Nee, maar dat absoluut. kan ook maanden tot jaren duren. Wat bijzonder. En, en je zegt dus: dus 33% van de winst die te behalen valt, ja. is afhankelijk van de klik die je hebt met je therapeut. Ik snap in theorie dat dit allemaal zo werkt, en ik probeer het ook te, toe te passen, en ik haal daar wel kleine verbeteringen uit. Maar het voelt alsnog alsof ik Welkom bij de mentale spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur en jou voorzien van waardevolle informatie en tips. Mijn naam is Chris, mindbodyarts en naast me zit Aisha, neuropsycholoog en neurowetenschapper. En deze week hebben we weer een vraag, en die luidt als volgt. Ik heb al jarenlang therapie gehad, maar ik heb het idee dat het allemaal niet helpt. Hoe kan dit? Nou vertel, hoe kan dit? Ja, het is een heel erg allesomvattende vraag. <laughs> ja. Waarin veel factoren zitten die mee kunnen spelen. Dus ja, er zijn eigenlijk heel veel verschillende factoren. Dus waar zullen we beginnen? Ja, dit is inderdaad. Uh, en en, en ik, ik heb gelijk ook een aantal vragen hè, van hey, wat voor therapie en waarvoor? En wat is niet helpen? Dus dat zijn wel inderdaad... Uh, We kunnen mooie nuances, kunnen een mooi complex uh, Precies. Want, verhaal simpel maken. Ja, want wat is jouw ervaring? Want je hebt jarenlang in de SGGZ gewerkt en in de BGGZ. Om het even zo te noemen, de specialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg. Ja. Wat is jouw ervaring met therapie en hoe vaak slaat het aan? Nou, het grappige is dus, ik heb, um, dat was echt alweer vier, vijf jaar geleden denk ik. Heb ik een, um, een, een cursus gedaan, de Cognitieve Gedragstherapie. Dat was een, uh, een, een traject van... Uh, een cursus van vier maanden waarin je dus elke week een lesdag hebt. En, nou, ik heb drie van die protocollenboeken van, uh, voor de kijker, hè? dus uh, kijk vooral. Ik heb drie van zulke dikke protocollenboeken uh, van voor tot achter gelezen van dan evidence-based therapie vormen. En uh, op een gegeven moment was ik inderdaad wel benieuwd van, hé, hey, bij hoeveel procent van de mensen is dit nou effectief? Hey, cognitief gedragstherapie is vaak een eerste keuze behandeling voor bepaalde problematiek gerelateerd aan een DSM-klassificatie. Dus dan moet je eigenlijk denken aan een depressieve stoornis... een paniekstoornis, sociale angst... Um, nou eigenlijk van, van posttraumatische stressstoornis. Gewoon eigenlijk alle, alle, alle woorden die vaak voorkomen... waar het woord stoornis achter zit... Mm -hmm. in de mentale gezondheidscontext. En uh, ik was dus echt wel benieuwd van... hey hoe vaak werkt dit nou eigenlijk? En waar lees ik dit allemaal voor? Ja, <laughs> inderdaad. Dus ik moest echt gaan doorspitten want ik dacht zoiets van... oh ja, een cognitieve gedragstherapie is de meest... Effectieve therapie als eerste keuze bij, um, nou, veel verschillende ziektebeelden. En uh, het, was, het, het was echt heel erg variërend. Het was echt 40 tot 70 procent. En dan denk je van de ene kant van, <kijkt> nou, het is wel lekker een, een, een afgebakende, beknopte, praktische therapievorm. Dus in die zin denk je van, nou, niet verkeerd. En tegelijkertijd denk je ook van, nou, je zal maar net die stoornis hebben die 40% effectief is. En dan, ja, ja dus, dus meer dan de helft die profiteert daar onvoldoende van. Ja, en dan krijg ik gelijk uh, wat, wat gelijk in mijn brein opkomt. <coughs> wat staat er dan in die paar duizend bladzijden dat het <laughs> maar bij 40% werkt? Wat, wat, wat staat er allemaal in dan? Er staat een heleboel in. Ja, ja, dus je hebt altijd een inleiding en je hebt de wetenschappelijke evidentie en dan heb je dus eigenlijk per sessie. Staat daar een richtlijn over hè, bepaalde vragenlijsten die je moet afnemen of hè, hoe je die uh, psycho-educatie aan de cliënt geeft over het ziektebeeld. En dan krijg je allemaal vragenlijsten die je dus acht, af, kan afnemen tijdens je sessies om te monitoren of iemand herstelt. En dan als laatste krijg je altijd zo'n bijlage. En in de bijlage staat dan moeilijk behandelbare depressie. En dan, met, uh, en dan staan er bijvoorbeeld vier casuistiek verhalen van dat het niet aansluit. En dat kan dan variëren mm. van hè, dat de medicatie ontbreekt... dat de therapie eh, niet goed aansluit... dat er misschien eh, iemand eh, andere culturele afkomst... met dat je dus hè, daarin het interculturele aspect moet meenemen... of schulden of relatieproblemen. Ja. Dat dat veel voorkomende factoren zijn... waardoor de CGT voor depressie niet of onvoldoende aanslaat. Ja, want dat is inderdaad wat het boek zegt... En... Wat is bij jou jouw ervaring uh, bij de therapie die je altijd geeft? Wat is je er ervaring? En dan laten we eventjes eerst in de GGZ zitten. Vanuit elkaar inderdaad, ja. Ja, vanuit de GGZ. Dus vanuit de Geestelijke Gezondheidszorg waar je werkte al die jaren lang. Wat is jouw ervaring? Wat zijn de factoren dat therapie niet aanslaat? Ja, dat, dat, dat kunnen er eigenlijk een heleboel zijn. Kijk, wat natuurlijk belangrijk is... als, als we het even een beetje chronologisch misschien uh, pakken... dan uh, kan ik ook zelf een beetje overzicht houden? Mm -hmm. um, kijk, ik denk een eerste factor is natuurlijk het verschil tussen het moment dat je klachten op het heftigste ervaart en het moment dat je daadwerkelijk je eerste afspraak bij je psycholoog hebt. Dus kijk, stel je voor dat ik vandaag, hè, stel je voor dat ik morgen uit het niets um, depressief word, mm -hmm. of dat ik morgen uit het niets een heftige traumatische gebeurtenis meemaakt waar ik last van ondervind. Op het moment dat dat um, gebeurt. Je, je denkt niet op dag één dat je klachten hebt van hé, hey, ik heb klachten, laat ik professionele hulp zoeken. He, dus vaak gaat er een periode overheen waarin je zelf probeert aan de slag te gaan met je klachten. waarin je ook zelf gaat kijken, eigenlijk van hé, hey, wat helpt wel, wat helpt niet. En je gaat even googelen, kijken of er bepaalde tips zijn. En die klachten die kunnen dus ook in ernst eigenlijk variëren. Ja. Dus op het moment dat jij klachten hebt, er gaat een punt komen dat je denkt van hé, hey, Misschien kan ik het toch niet alleen en dan ga je naar de huisarts. De huisarts gaat een inschatting maken of hij het ernstig genoeg vindt om je door te sturen naar de GGZ. En dan heb je vaak nog een wachttijd voordat je bij de psycholoog komt. Nou, in die tussentijd verwacht je eigenlijk, een deel van de mensen zijn de klachten toegenomen, maar misschien ook een deel van de mensen zijn de klachten afgenomen. Ja. Dus op het moment dat jij klachten hebt en daar hulp voor zoekt, hè, laten we dat als beginpunt pakken, en het moment dat jij in de kamer bij je psycholoog zit. En dat kan een heel groot verschil in leidenslast en beleving zitten. Dus mijn, mijn ervaring is wel. Kijk, de, voor mij de moeilijkste cliënten om te behandelen, dat heb ik al zo ervaren, zijn de cliënten waarbij ik denk van is er, is er, is er leidenslast? Of ja. dat ik het niet voel. En dat kan natuurlijk aan mij liggen dat ik de signalen niet opvang uh, van iemand uh, dat hij het niet voelt, maar op het moment dat je denkt zo van... stel je voor dat je over een jaar of over drie jaar... nog steeds in dezelfde situatie zou zitten... wat zou je daarvan vinden? En als iemand dan denkt van ja, wel oké... Okay, ja, niet zo handig, liever niet. Ja. Maar hè, dan, dan, dan merk je eigenlijk al... dat als die lijdenslast niet groot genoeg is... dat dat eigenlijk... Um, in, in, in ja, dat de kans op herstel dan minder is ook. Ja, het is ook een mooi indicator hè, van motivatie. Hè, van, hey, Precies, dat bedoel ik. Ja, zeg maar, wat vind je ervan? En dat kan echt met alles, hè, met je carrière of uh, met, met, met je leefstijl, of met je gewicht, of met, met je klachten. Wat vind je ervan als je over x aantal maanden of jaren, en zeg dan bijvoorbeeld als je over zes maanden nog ja. steeds in diezelfde situatie zit? Is dat iets waar jij tevreden mee bent? En als dat antwoord nee is, dan is dat een mogelijke startsignaal van poef. Ik moet hier iets aan doen. Maar er zijn ook genoeg mensen inderdaad die denken van, nou, dan vind ik het ook prima. Ja. Dan gaat er niks veranderen. Nee, en dat is dus denk ik omdat op het moment dat je bij therapie komt of in therapie gaat, kijk, uiteindelijk hè, als, als therapeut, je helpt iemand en je begeleidt iemand. En ik heb altijd een plan A tot met een plan Z. Dus uh, er zijn ja. altijd heel veel mogelijkheden vanuit verschillende invalshoeken waarmee ik iemand kan helpen. Maar op het moment dat die motivatie inderdaad niet groot genoeg is. Het doet me ook denken aan, dat, um, aan die uitspraak van je verandert pas als de pijn van hetzelfde blijven groter is dan de pijn van verandering. Die mag je nog een keertje herhalen. Want je hebt hem, je hebt hem zo vlotter uitgevloeid, maar hij is zo krachtig. Je verandert pas als de pijn van verandering. Nee, sorry, opnieuw. We doen hem nog <laughs> een keertje, jongens. Ik krijg bijna in dezelfde. Uh, je verandert pas als de pijn van hetzelfde blijven groter is dan de pijn van verandering. Ja, het is ontzettend krachtig. En in die zin, kijk, therapie, het is echt een, een plek. Hè? Je gaat onder begeleiding natuurlijk, je gaat aan jezelf werken. Dus je gaat dingen anders moeten doen dan dat je normaal dat je gaat moeten experimenteren, je gaat je kwetsbaar op moeten stellen. Er zijn heel veel dingen die je moet gaan doen, die, die, die anders voelen of onprettig voelen of waar je even doorheen moet. En in die zin, het is geen quick fix. Nee. Dus dat is denk ik ook het verschil. Kijk, op het moment dat je denkt: van... hé, als ik over drie maanden met hetzelfde voel, dan is dat op zich al prima. Maar liever natuurlijk dat ik me beter voel. Hé, dan, zou je, dan, dan ben je misschien eerder gevoeliger voor eh, ergens een quick fix. Een, um, iemand die een supplementen. snelle. Ja, ik wil hem niet zeggen. Maar <laughs> hè, dat je dus inderdaad een, een, een snelle oplossing hebt. Omdat je, dan niet, omdat je dan wel denkt in ieder geval dat je de baten krijgt zonder dat je daarvoor het werk moet doen om daar te komen. Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Ja, want dat is zo fascinerend, inderdaad. We zijn altijd eerder geneigd die quickfixes te voelen, zo goed, omdat onze. We waarderen waarschijnlijk onze energie en moeite dusdanig hoog. dat we altijd prioriteren van hé, hey, wat werkt het snelst en het makkelijkst. Ja. Maar de, 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 ja, de, de treurige realiteit is. je hebt maanden tot jaren lang. heb je eigenlijk bijgedragen, ongewild. aan dat jij nu staat waar je nu staat met je klachten. En dan kan je niet verwachten dat het in een dag weg is. Nee, maar dat absoluut. kan ook maanden tot jaren duren. Maar de hoop is, je kan veel beter worden. En dat is waar je naartoe wilt gaan. En dat is die motivatie, is die brug die je bouwt naar van... hé, hey, ja. het kan anders, mijn mm. leven kan anders. Ik kan deze klachten kan ik onder controle krijgen. Het heeft tijd nodig, het heeft go ook goede hulp nodig natuurlijk... en motivatie. En dat is ook eigenlijk de hoofdcriteria... bijvoorbeeld ons kentieact. We willen echt weten van... hey heb je de tijd en heb je de motivatie? Want als je dat hebt, dan kunnen we je helpen. Ja. Maar anders kunnen we je echt niet helpen. Nee. nee, dus daar zijn we ook best wel ons bewust van. Ja, ja, dus wat, wat jij zegt, inderdaad terugkomt op de vraag, de factoren die bijdragen aan of een therapie succesvol is of niet. Eén is dus tijd, dus vanaf het moment van, van de klacht tot dat je echt hulp krijgt. Maar ik hoor je ook zeggen dat motivatie. En ja, dat kan, hangt natuurlijk ook misschien met elkaar samen. Kijk, op het moment dat jou. stel je voor dat je somber bent en je bent net enorm uitgevallen tegen je partner. en hè, er is een conflict en je voelt je daar heel rot over en dat heeft te maken met je somberheid. He, op het moment dat je misschien al net dat conflict hebt gehad... dan denk je van, oh nee, ik moet hier echt wat mee. Dit werkt niet, het gaat zo niet langer. He, misschien als ik zo langer doorga, dan heb ik een relatiebreuk... of dan gaat mijn partner bij me weg of dan raak ik mijn gezin kwijt. Ja. Terwijl op het moment, als je dan uh, maanden moet wachten of een half jaar moet wachten... Ja, misschien dat het dan weer wat ge uh, gekalmeerd is... en dat je weer een maniertje met elkaar hebt gevonden... om, uh, ja, om met elkaar door een deur te gaan, dan is die... dan, dan dan, dan, dan fluctueert die motivatie ook een beetje. En een motivatie ja. is natuurlijk ook niet een binair iets. Het is niet of je bent gemotiveerd of je bent niet gemotiveerd. Ja. Het is natuurlijk ook logisch dat dat fluctueert. Maar daarin wil je wel dat iemand tussen de 70 en de 100 procent gemotiveerd is... en niet tussen de 0 en de 30. Ja. Laat ik het zo zeggen. Nee, precies. Ja, want wat, wat is inderdaad dus, dus de, de timing, laten we het even zo zeggen. De motivatie op dat moment wat ook inherent is aan elkaar. Ja. Wat zijn nog meer factoren? Hoe, hoe zit het trouwens ben ik dan niet, dus heel, heel ego, uh, bijna egocentrisch om dat te vragen. Maar hoe zit het nou tussen de band tussen de patiënt en, of cliënt en de therapeut? Wat is daar de invloed van? Ja, dus, dus dat is denk ik ook wel een hele belangrijke factor... wat ook in uh, mijn hoofd al uh, opgeboreld oh, was. Ja, dan is het uh, <laughs> niet egocentrisch, maar onscentrisch. Ja, heel erg onscentrisch. Ja, on um, ja dit is dus heel belangrijk. Het hele grappige is dus dat ze ook dus hebben gezien... Dat de, de, ze noemen dat de therapeutische alliantie. En dat betekent eigenlijk gewoon in normale mensentaal, gewoon de klik die je met je therapeut hebt. Hmm. Dus um, kijk, op het moment dat jij denkt van, hé, hey, die therapeut die begrijpt mij. Of ik voel me Ja, die therapeut begrijpt mij. Of haar, haar, ik zeg even haar, want de meeste therapeuten zijn vrouwen, maar haar communicatiestijl, die bevalt me wel. Of hè, wat ik nodig heb, dat is een beetje ook hoe zij mij bejegend. Dat is gewoon heel belangrijk. En je hebt dus zelfs gezien dat volgens mij een derde van het succes van alle verschillende therapievormen die er zijn, die wordt dus ook verklaard door uh, de klik die je hebt met je psycholoog. Dus je kan ook ja. een, um, een beginnende psycholoog hebben. Hè. Daar kunnen soms mensen wat negatief over zijn, omdat ze denken, ja, die heeft niet zoveel ervaring. Maar als je een beginnende psycholoog hebt met wie je een hele goede klik hebt, dan kan je soms echt enorme stappen maken. Terwijl als je een hele ervaren psycholoog hebt met wie je geen klik hebt, ja. Die gaat ook niet hard voor je rennen. Of die, hè, die heeft al zoveel cliënten gehad. Hè, die, dat, dat, dat gaat misschien ook uh, ten koste van je resultaat. Terwijl je misschien zou denken: hoe meer ervaring, hoe beter. Oh, bijzonder. En, en je zegt dus: dus 33% van de winst die te behalen valt, ja. is afhankelijk van de klik die je hebt met je therapeut. Ja. Dus dat is dat echt wel heel echt belangrijk. Cool. En ik snap het ook. Want ik zou zeggen: als ik, nu, hè, als ik nu volgende maand naar een psycholoog of een therapeut zou gaan, zeggen dat de uh, artsen. En uh, psycholoog, denk ik, de slechtste cliënten zijn. Klopt. <laughs> Uit ervaring. <laughs> als ik volgende maand naar een psycholoog zou gaan, ja, ik zou best wel koppig zijn. Want ik zou denken van ja, ik, ik heb. Um, hè, en, dan, en dan heb ik wel iemand nodig waar ik dan vertrouwen in heb om me kwetsbaar op te stellen en om samen te gaan zoeken naar die kern. En daar sta ik zeker heel erg voor open. Maar ik zou daar ook niet bij 100% van de mensen voor open staan. Dus als iemand heel erg uh, recht toe, recht aan werkt en. Simpele tips geven van ik denk ja, dat weet ik ook wel, dan, dan zou dat bij mij averechts werken, omdat mijn startpunt is natuurlijk dat je gewoon heel veel kennis en informatie hebt en dat je, dat je dan, ik zou dan iemand zoeken die dan op een, ja, op een aisha manier met mij omgaat. Jij zoekt <laughs> gewoon een Aisha, eigenlijk. Ja, nee, dat is, dat is, ja, nee, dus, maar dat is ook wel grappig hoe jij het zegt. Jij hebt heel erg en dat komt waarschijnlijk vanuit ook jouw drive om altijd het. Beste te presteren, althans op het hoogste niveau te presteren. Dus jij zoekt iemand die dat ook ja. kan. Terwijl eigenlijk, denk ik, gemiddeld de, 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 iedereen die hier naar luistert, die heeft zoiets van: ik zoek iemand die mij begrijpt en die goede zorg kan leveren. Ja, en, dat en, heel logisch, ja. Ja, precies. En jij hebt zoiets van: ik zoek iemand die echt precies weet waar hij het over heeft, en heel veel ervaring heeft, en misschien geschoold is zoals ik, en misschien, ja, dan, dan wordt het lastig. Ja, ik, en dat ik denk, maakt het niet de makkelijkste. Nee. <laughs> Je bent geen opzicht. goede cliënt, maar wel een hele goede therapeut. En laten we het daarbij houden. Dat, liever dat dan andersom natuurlijk. Ja, dus dat is denk ik heel erg belangrijk. En, en dat verschilt natuurlijk. Hè? Want kijk, um, je hebt ook bijvoorbeeld uh, cliënten die gewoon denken van... Kijk, je hebt ook als je naar uh, therapeut... Het is ook wat bij je past. Want je hebt natuurlijk uh, van nature zijn de meeste therapeuten... denk ik heel erg lief en empathisch en betrokken. Uh, en op het moment dat jij wat meer in je vermijdende kant zit... Dan kan het ook soms nodig zijn dat een therapeut zegt van hé, hey, wat ben jij nou aan het doen? Ja. En dan niet op een afwijzende manier. Van ik begrijp het en ik begrijp dat het lastig is. Maar hier moet je doorheen. En wij gaan nu een plan opstellen om te zorgen dat jij dat gaat doen. En ik ga je daarbij helpen. Maar jij moet het doen. Ja. Terwijl op het moment dat jij te lief en te empathisch bent als, uh, als psycholoog of therapeut, dan, um, dan, dan kan je ook misschien onbewust ook. Um, ja, dat kan ook afstoten op het moment dat jouw cliënt juist nodig hebt, dat je ergens dwars doorheen gaat. En dat hij af en toe ook gewoon even op een ja, geconfronteerd moet worden met van hé, hey, wat jij nu tot nu toe altijd hebt gedaan, dat heeft niet gewerkt. Ja. Zijn we het daarover eens? Ja. En dat je dan gaat kijken van, hé, hey, wat heb jij wel nodig? En laten we daarvoor een plan gaan opstellen. Ja. ja, want kijk, het ding is ook cliënten, van wat ik geleerd heb. Cliënten zijn niet dom. Cliënten weten nee, heel goed. Niet. Nee, nee, maar, ja. nee, maar <laughs> oh, wacht, sorry. laat me even uitpraten. Cliënten zijn niet dom in de zin van, cliënten weten heel vaak donders goed wat er fout gaat. Dat ja. weten ze donders goed, maar het besef is er nog niet. En soms heb ik ook het idee, en dat heb ik door de jaren heen, is dat mij opgevallen, ook bij collega's, dat sommige collega's denken van, ja, die patiënt die weet dat allemaal niet. Ja. Tuurlijk weet diegene dat wel, maar diegene past het niet toe, of beseft het niet, of weet niet wat de impact daarvan is. En dat is denk ik het grote verschil in, 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 in ook qua therapeut, van hey hoe zorg je ervoor dat iemand het gaat toepassen? Want, want ik denk echt wel dat heel veel mensen bijvoorbeeld met een depressie... die weten ook wel, ja, als ik de hele dag thuis zit, is niet goed voor me. Maar wat maakt nou voor diegene het verschil dat diegene ook gaat beseffen... van hé, hey, dit kan ik veranderen, wat gaat hier fout? En daar help je eigenlijk mensen mee. Ja, ja. Dus, dus er zijn niet zeg maar juffen, juffen en meesters die zeggen van... hé, hey, jij moet dit en dit en dit doen, want jij weet dat niet... Want heel vaak weet je wat de oplossing is, maar wat heb jij nodig om daar naartoe te gaan? Ja. En dat is denk ik het grote verschil. Ja, zeker, 100%. Ja, en, en om terug te komen van, bij die factoren, hè, want wat mij opviel vanuit mijn eigen ervaring, ik heb ook hier en daar wat therapie gehad en daar ben ik heel blij mee, want dat heeft me inzicht gegeven van hey, hoe het is om ook op de cliëntenstoel te zitten. Mm -hmm. Ik had een keertje een ergotherapeut en ik wist nog in het begin van mijn brain uh, uh, laten we zeggen, journey, om het even zo te noemen. In het begin was ik heel erg mentaal vermoeid. Ik kon niet concentreren, ik kon niet goed opletten. En ik kreeg dus een ergotherapeut. En, en inhoudelijk was ze echt tip-top perfecto. Heel resultaatgericht. Ja, yeah. maar ik kreeg dus een mevrouw die een uur lang tegen mij aan het praten was. Echt aan het bombarderen met kennis, met doe dit, doe dit, doe dit. En ik dacht bij mezelf, mevrouw, ik dacht dat niet. Ik heb niks gezegd, want ik zat gewoon. De processen van wat er allemaal binnenkwam. En ik dacht van jongens, ik heb ik, je praat, maar ik kan je niet bijhouden. Ja. Je checkt ook niet in van hey, volg je het nog of niet? Dus die vraag heeft gewoon een uur lang. Volgens mij de eerste sessie was zelfs 90 minuten. En ik gaf nog aan van hey, ik wil niet langer dan een half uur. Want ik, ik ben, zit gewoon niet goed in mijn mentale vermoeidheidsvel, om het even zo te noemen. <laughs> of energievel. En ik bleef maar doorratelen, ratelen, ratelen. En toen dacht ik ook bij mezelf van, oké, okay, dit werkt gewoon niet. Ja, je kan wel een uur tegen me aanpraten, maar ik, ik, ja, je moet even rustig aan doen. Je moet even inchecken van wat, wat ik op dit moment nodig heb. Dus daarop aansluitend, um, hoe merk, wat voor therapievormen he, hebben in jouw, in jouw ervaring het meeste effect? Is dat live, één op één? Is het therapievormen in de groep? Of zijn het uh, huiswerkopdrachten? Wat, wat werkt voor jou het beste, denk je? Bij voor pf. mij persoonlijk of nee, in het algemeen? Ja. Um, ja, wat, wat, wat ik, ja, ik bedoelde eigenlijk vooral van hey, wat ik merk als therapeut wat bij cliënten helpt of mm -hmm. wat in algemene dat, context... Uh, dat, uh, ja, ervaring. mijn ervaring. Ja. Um, ja, mijn ervaring is eigenlijk dat, hè, het is al, dat het gewoon heel erg belangrijk is dat op het moment dat jij... Um, ja, eigenlijk je eerste keer je cliënt eigenlijk uitgebreid spreekt, dat noem je dan officieel een intakegesprek... Dat je dan eigenlijk heel goed gaat kijken van hé, hey, wat heb jij specifiek nodig? Mm -hmm. En dat je dan heel goed gaat uitvragen. Dat je kijkt van, hé, hey, wat um, wie ben jij eigenlijk als persoon? Dus um, als ik even een onderscheid maak tussen hoe het normaal gaat en hoe, hoe ik dat voor, vooral aanpak. Mm -hmm. ja, kijk, normaal ga je dus ook uh, bij een intakegesprek bij een therapeut. En dan heb je een intakegesprek en dan wordt eigenlijk gekeken van, hé, hey, uh, welke klachten spelen er allemaal? Zijn er nog bepaalde significante misschien levensgebeurtenissen? Uh, rook je, drink je, gewoon eigenlijk alles vraag je uit. En dan, um, in sommige gevallen, komt er dan alleen uit van: hey, dit past het best bij een typische klassificatie. En bij sommige, uh, dus dat is de DSM-classificatie, dus voor het of depressie, noem maar even iets. Mm -hmm. En in sommige gevallen komt daar een beschrijvende diagnose uit, waarin je dus eigenlijk met een aantal zinnen verklaart waarom diegene nu pro problematiek heeft. Um, wat je dan vaak ziet, is dat eigenlijk na dat moment, dat je dan gaat kijken van: hey, wat voor een therapievorm past daarmee? Ook op basis wat iemand eerder heeft gehad. En het verschil is natuurlijk dat als je naar een, 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 een praktijkruimte gaat, dat hè, wat het best bij jou past, hangt er natuurlijk ook vanaf waarin mensen geschoold zijn en of zij ruimte hebben. En of zij meerdere therapievormen in geschoold zijn en wat er een beetje beschikbaar is. Dus eigenlijk wil je altijd de, de juiste indicatie stellen. Maar dat hangt natuurlijk ook af van de setting wat er beschikbaar is. Dus stel je voor dat je naar de basis GGZ gaat. Dan is het heel vaak dat je cognitief gedragstherapie als eerste optie krijgt. Terwijl in de specialistische GGZ zijn er misschien andere vormen. Maar um, het is gewoon altijd heel erg belangrijk dat wat jij nodig hebt, dat dat, dat ook, echt dat, dat dat ook in, ingezien wordt en ingeschat wordt. En dat het dan ook beschikbaar is. En de inschatting, dat hangt ook heel erg vanaf bij wie je komt. En ook als dat in een team besproken wordt, wat dan op dat moment de mening over die problematiek is op basis van hoe je het ingebracht hebt. Dus daar, daarin is gewoon best wel, daar is gewoon heel veel ervaring eigenlijk in nodig. En uh, reflectie op nodig. En wat ik vaak merk is dat um, als ik uh, cliënten in ieder geval voor het kerntrek, zie, ik begin eigenlijk altijd met een levensnetwerkanalyse. En dan ga ik kijken van hé, hey, wat zijn, wat is, uh, nou, waar kamp je mee? Waar wil je hulp bij? Maar dan gaan we ook alle thema's in kaart brengen uh, waar iemand mee kampt in zijn leven. En Dan gaan we ook kijken van, hey, zijn die thema's ook gekoppeld aan bepaalde herinneringen, bepaalde ervaringen? Zit daar er een traumatische component in? En eigenlijk het hele doel van dat gesprek is dat je eigenlijk heel erg open dat gesprek ingaat, dat je heel erg breed kijkt, dat je echt een heel netwerk maakt, zoals je vroeger van die moodboard zou ik maar zeggen maakte, mm -hmm. um, en dat je dan gewoon gaat kijken van, hey, wat heb jij specifiek nodig en begrijp ik wat er speelt? En in de Meestal bij een therapie dan moet je een hulpvraag hebben en dan is de therapie gericht op het oplossen van de hulpvraag. Dus is het is heel erg afgebakend. Maar wat ik juist heb gemerkt, wat heel erg fijn is, is om het veel meer open te leggen. Om te kijken van hé, hey, laten we zeggen, Anna komt, uh, komt bij mij en dan denk ik van hé, hey, er spelen somberheidsklachten, maar er spelen ook angstklachten. Um, en er spelen ook bijvoorbeeld traumatische klachten. Je hebt een keer een ruzie van je ouders gezien en dat geeft je heel veel spanning. Dat maakt dat je meer conflicten ervaart, bang bent voor conflicten in de openbare ruimte. En uh, je bent ook gepest en toevallig heb je een keertje als kind in het ziekenhuis gelegen. Eigenlijk dat je alles samenpakt, dat je iemand helemaal het levensverhaal begrijpt mm -hmm. en dat je dan pas gaat kijken van hé, hey, we gaan niet of-of doen, we gaan en-en doen. We gaan en kijken hoe je anders met de klachten om kan gaan en we gaan naar het verleden graven om te kijken van hé, hey, hoe heeft dat bijgedragen aan je klachten. Ja, en, en, en terugkomend weer op de vraag: zie je verschil tussen groepsessies, tussen één-op-eens een en tussen dat je huiswerk geeft? Uh, ja, de, ja, dus um, groepsessies, dan heb je groepsdynamiek. Dus dat kan soms positief werken, maar het kan soms ook uh, minder positief werken. Uh, dat is vooral op het moment: stel je voor dat jij heel erg <coughs> lief bent en heel erg met de ander bezig bent. Als je dan met acht mensen live in een groep zit. Je bent heel erg lief en verzorgend en met anderen bezig, omdat je eigenlijk niet naar binnen wil kijken, naar je eigen klachten en je kwetsbaar op wil stellen. Nou, in een groepsessie, op het moment dat de andere persoon denkt van, hey, ik gooi alles op tafel en er is een hele hoge leiderslast en ik moet dit allemaal kwijt. Nou, dan ga je dus eigenlijk merken dat diegene die heel erg op de ander gericht is, dat die waarschijnlijk minder zou profiteren van groepstherapie, <clears throat> omdat hij geen ruimte inneemt in de groep als de andere want degene die, die, die openlijk zijn, zijn slachtofferpositie inneemt, om het even zo te noemen, die wordt dan omhelsd door degene die dan heel erg plezend is. Waardoor je eigenlijk een beetje een, een disbalans krijgt van aandacht. Ja, dat is eigenlijk dat, het idee. Dat zou kunnen inderdaad. Ja. He, dus, dus bij groepen, dan je hangt het van de groepsdynamiek af. Terwijl tegelijkertijd stel je voor je bent iemand die zichzelf heel erg vervreemd en isoleert van andere mensen, omdat je bang bent voor afwijzing. je bent in een groep en je neemt wel die rol in van hey, ik ga het over mezelf hebben. En mensen reageren daar positief op, ja, dan kan dat heel erg helend werken. Ja. Omdat je dat misschien in je normale context, in je normale leven niet zou doen. Ja. En in therapie word je daar gestimuleerd. Dus groepsessies hangt heel erg af van de persoon. Eén eh, op één sessies, dat is eigenlijk vaak wel de norm. Mm -hmm. Dus dat, uh, ja, dat hangt heel erg af van de therapeut. En wat vroeg je nog meer? Oh, huiswerk. Ja, Wat je dus vaak ziet in um, wat je vaak ook ziet, en dat merk ik ook wel vaak bij cliënten. En wat jij ook bij die ergotherapeut uh, ervoer. Kijk, op het moment dat jij mentaal in de war zit. En op het moment dat jij mentaal merkt van, hé, hey, ik word helemaal overspoeld. Ik zit vol in mijn klachten. Kijk, op dat moment dan is je concentratie ook minder. En dan is je geheugen ook minder. Dus het kan zijn dat je op het moment dat je met een therapeut bent, dat je een uur lang aan het praten bent over je problemen en dat je denkt van, hé, hey, dit helpt of dit is wel ergens fijn. En als je dan de therapiesessie uitloopt, dat je naar huis gaat, denk je van, dat was heel fijn. Ik heb heel veel dingen geleerd. Maar wat? Ja, ja. <laughs> ik heb eigenlijk uh, de helft vergeet. Het was volgens mij wel fijn. En dat mensen dan thuiskomen en ze denken van, hé, hey, wat, um, hey, wat moet ik nu eigenlijk doen? Dan denk je van, oh ja, ik had wel één tip meegekregen, daar kan ik een beetje mee gaan experimenteren. Maar hoe dat dan precies moet, of dat ze dat ook daadwerkelijk gaan doen of gemotiveerd worden om dat te doen, um, dan kan het zo zijn van, oh. Ja, nu moet ik weer even een weekje wachten. En dan kunnen we het er weer over hebben. Dus, hè, ja. dus wat ik heb ervaren ook bij het opzetten van het Kentrect, is dat het niet alleen die één op één sessies is. Daarin ga je gewoon kijken van, hé, hey, hoe zit het specifiek bij jou? Maar ik leg wel heel erg ook de focus op veel informatie ook meegeven. En dat mensen in hun eigen tijd en eigen tempo ook eraan kunnen werken. En ja. dat ze dan ook echt uh, heel veel handvaten meekrijgen. van hé, hey, dit zijn de stappen die je moet volgen. En dit adviseer ik je. En in jouw geval zou ik dat zus of zo doen, en in jouw geval, zus of zo. Um, maar dat je dus ook eigenlijk thuis het werk kan doen. Omdat ja, als jij mentaal helemaal overhoop ligt en je bent een uur aan het praten, ja, de helft ontgaat je. En dan kom je thuis. En dan denk je van ja, en nu? Ja, ja ik vond het ook wel fascinerend. Ik heb volgens mij Poeh. zes uur gehad of acht uur. En het enige wat ik onthouden heb, is pacing. En dat is dat ik niet over een grens moet heen gaan. En dat ik daaronder moet blijven. Maar. Dan denk ik bij mezelf, ja, dan heb ik daar zes uur lang gezeten. En is dat echt het enige wat ik echt heb meegekregen? Het voelde een beetje dat ik dacht van nou weet je, ik, ik, er was een beetje een mismatch. Waardoor ik het niet helemaal lekker mee. Ja, niet helemaal lekker heb kunnen opslaan. Terwijl ik denk, in zes uur tijd kun je zo ontzettend veel. En, ja. en, en die zes uur die is dan verspreid over een paar maanden. Dus dan ben je een paar maanden verder en heb je alleen pacing geleerd. En denk van ja, ja het, het, het voelt een beetje. Een beetje als als als. Ja, je hebt heel veel tijd geïnvesteerd. Je hebt heel heel lang. Je hebt die maanden geleefd, maar je bent niet echt veel verder opgeschoten. Dus ik kan me voorstellen dat ik niet de enige ben die dat ook ervaart uh, bij therapie. Dat ja. je denkt van nou we zijn nu een paar maanden verder, we zijn een paar jaar verder. En wat heb ik nou echt geleerd? Ja, en dat, dat kan dus echt ook in verschillende elementen zitten. Dus inderdaad, als jij onvoldoende begeleid wordt op het moment dat jij thuis bent. Uh, en niet weet wat er eigenlijk van je verwacht wordt. En als je daardoor ook minder resultaat behaalt, dan is dat echt een enorm aandachtspunt. Ja. Het kan in sommige gevallen ook zijn dat. Hè, het is ook gewoon heel belangrijk dat de therapeut, dat je daar een klik mee hebt. Ook dat hè, de therapievorm bij je past. Zij je voor dat jij heel erg resultaatgericht bent, dan is het gewoon heel erg belangrijk dat je een, een wat praktischere therapie praktische uitingsvormen zijn. En zeg je voor dat je heel erg reflectief of spiritueel bent. En, Heel erg naar binnen gericht bent van: hé, ik wil het begrijpen waar het vandaan komt. Als je dan cognitieve gedragstherapie krijgt, dan denk je misschien van: ja, ik snap het allemaal wel dat het zo werkt, maar het voelt niet zo. En dan kan daar ook een disconnect tussen zetten van: hé, ik snap in theorie dat dit allemaal zo werkt en ik probeer het ook toe te passen en ik haal daar wel kleine verbeteringen uit, maar het voelt alsnog alsof ik bijvoorbeeld er niet toe doe, minderwaardig ben. Um, of of dat, dat die balast, dat je dat alsnog met je meebrengt. Ja. Nou ja, mocht je thuis zitten en denken van... hé, hey, waar, waar hebben we het over met dat kerntraject? We hebben dus eigenlijk een uh, traject ontwikkeld... waarin we dus in een soort van nieuwe stroming creëren... waarbij we dus niet symptoomgericht klachten behandelen... dus vanuit de SM criteria maar dat we echt kijken vanuit jouw kern... waarom jouw lichaam, jouw zenuwstelsel en jouw brein... bijvoorbeeld, dat is allebei hetzelfde natuurlijk... De klachten genereert die het vandaag de dag heeft. En dat is eigenlijk een traject, een hybride traject, waarin we dus onder andere één op één sessies hebben, we hebben groepsessies, krijgt ook een werkboek mee, waarmee je dus dagelijks thuis de handvaten krijgt die je nodig hebt. En daarmee begeleiden we je eigenlijk vanuit je kern naar de oorsprong van je klachten. En vanuit die hoek behandelen we het ook. Dus mocht je thuis zitten en je hebt bepaalde hardnekkige klachten, patronen of bepaalde eigenschappen waarvan je denkt van hé, hey, hier wil ik toch wel vanaf. Dan kan het kerntraject heel interessant zijn. En voor meer informatie kun je vinden op onze website op chrisenijs.nl/slash kerntraject. En uh, als je denkt van hey, vind ik interessant, dan kun je de kerncheck invullen. En dan kunnen wij kijken of je een geschikt, uh, geschikte persoon bent voor dit traject. Terugkomend bij de factoren, hebben we alle, een beetje alle factoren te pakken. Zeg maar, die verantwoordelijk zijn voor het succes van een therapie. Dus we hebben het over tijd, motivatie gehad. Uh, als laatste ook de vorm van therapie. Ja. Dus dat zijn eigenlijk allemaal dingen die we ook verwerkt hebben in het kentie omdat we ons daar heel bewust van zijn. Zijn er nog meer factoren die meespelen? En klik natuurlijk. Uh, ja, so soms kan het ook gewoon letterlijk de setting zijn of de vorm zijn. Want ik had een, um, een enquête gelezen en die zeiden dus dat 70% van de therapeuten dacht dat er niet het maximale uit de therapie gehaald werd, omdat ze dus eigenlijk geen contact buiten de sessies om hebben. Ah, ja. Dus ook vanuit therapeutisch perspectief, dat ze dan denken van... hé, hey, um, we bespreken dit nu een uur. He, je, je bespreekt wat voor een bepaald tijdstip, een bepaald moment af. Je hebt een uur waarin je alles moet bespreken. En eigenlijk omdat je dan dus niet de mensen opvolgt... of dat je niet mensen de handvaten meegeeft of kan geven... om een beetje in te checken van hé, hey, hoe staat het ermee? En dat ze dat ook denken dat dat dus negatief is. Ja. Dat is ook wel grappig, want... Um, uh, dat was uh, voordat ik deze enquête had gelezen. Maar ik merk dus ook, ik vind het gewoon. Ik neem altijd maar een beperkt aantal cliënten aan in het traject. Zodat je dus juist wel die intensieve begeleiding kan bieden. Dus uh, cliënten mogen altijd zelf inplannen hoeveel afspraken ze willen. Mm. He, dus ze plannen zelf in wat en wanneer die afspraak is. Ze hebben gewoon toegang uh, tot mijn agenda. En dat je daarin dus ook echt heel erg merkt van: hé, hey, we hebben altijd WhatsApp-support. Dat op het moment dat iemand bezig is met het werk en in een werkboek en denkt van: hé. Hey, dit gebeurt er, is dat normaal? Of uh, ik snap niet precies wat je hiermee bedoelt. Hè, dat je gelijk gewoon korte lijntjes hebt. En dat je iemand gelijk verder kan helpen. En dat niet iemand een week hoeft te wachten tot je een nieuwe afspraak hebt. Ja, want, want je, wat, wat we ook vaak merken vanuit ervaring... is dat als je naar de kern toe gaat, naar die pijnlijke kern... Ja. waar je vandaan komt, om het even zo te noemen... dat dan ook de klachten toenemen. Want ja, eigenlijk probeert je lichaam er alles aan om weg te blijven van die kern. Om dat eigenlijk veilig te houden op de onveiligste manier... Om om, die, om, die, om, dat, om dat pus wat daar zit, om het even zo te noemen metaforisch, mm -hmm. om dat af te sluiten en daar niet bij te komen, maar wel de gevolgen daarvan te ondervinden. Maar ja. wat je eigenlijk wil, is die ontsteking, en ja, daar komt natuurlijk de huisartskant in mij op, om die ontsteking te openen, te lossen, dus de pus moet eruit, en dan te laten helen. Maar als je dat doet, dan komen de klachten vrij. Zoals bij Pus natuurlijk een mes erin. Dat ja. doet even pijn. Maar daarna doet het geen pijn meer. En zo kun je dat dus ook zien bij emotionele wonden, om het even zo te noemen. In het begin krijg je meer klachten. En daarom is het zo fijn inderdaad, en dat, daarom hebben we het ook ingevoerd, dat je gewoon eigenlijk vijf dagen per week gewoon terecht kunt bij de WhatsApp support. Ja. Om te kijken van, hey, laatst hadden we ook iemand volgens mij, die, had, die kreeg ineens heel veel koorts op het moment dat we dus in de buurt kwamen van de kern. Laatst ook iemand die kreeg ineens uh, flinke pijn in de onderbeen. Ja, het zijn allemaal hele vreemde klachten, maar dat kan allemaal gebeuren als je in de buurt komt van de, van de kern. En dat laat ook de kracht zien van dat onderbewust brein. Dat kan de meest gekke klachten veroorzaken ja. die er zijn. Ja, con stories is ook een hele bijzondere. Dat heb ik ook wel eens in de praktijk gezien, in de huispraktijk. Het zijn, er zijn bijvoorbeeld mensen die komen dan, die zeggen van, hé, hey, mijn linkerbeen is verlamd. En dan zeg ik, ga eens zitten of ga eens even liggen. En hoppatee, dat been dat vliegt over het bed heen. Ik denk ik van, hé, hey, wacht eens even, het is toch <laughs> verlamd? Maar dan zie je maar de kracht van het brein en hoe vreemd soms ook klachten kunnen zijn. Ja. En, en daar baal <clears throat> ik soms van, dat in, in het zorgsysteem we dan zeggen, oh, dat is conversie, dat zit tussen je oren. Succes ermee, maar vaak zit daar veel meer achter. Ja, dat zeker. vind ik dan altijd zo, uh, zo zonde. Maar goed, daarom besteden we dus extra veel aandacht aan dat onderbewust brein. En daar kunnen hele bijzondere dingen naar boven water boven komen. Ja. En de nuance, de korte lijntjes, is de, dat we dan ook altijd kijken: van... hé, hey, is het ja. logisch in jouw geval? Kijk, ja. op het moment dat je een griep hebt of als je andere klachten hebt, dan kan dat soms ook. Dan kan dat natuurlijk ook gewoon een virus zijn. Maar dat dus je dan altijd even erbij stilzet: van... hé, hey, als er nieuwe klachten zijn, van hé. Hey, Even een check-in moment. Is dat iets waar je opeens iets wat je hebt met een, een potentieel structurele oorzaak? Of hoort dit bij het proces? En dan hoor je vaak mensen wel zo van: ja, nee, gisteren was het, uh, was het weer weg. Want uh, hm. <laughs> ik heb het toegelaten, het was oké okay en het was weer weg. Ja. Dus dan, um, hè, dan kan je daar altijd over in gesprek. Ja, geneeskunst en psychologie zijn eigenlijk logische kundes. Hè? Dus heel vaak is het gewoon: is dit logisch of niet? En als het niet logisch is, dan moet je gewoon verder graven en dan kom je heel vaak ook tot een logische verklaring als je de juiste route pakt. Maar goed, ja. we zijn heel, heel, heel diepgaand achter therapievormen aan het... het... Echte mind-body arts. Ja, 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 ja <laughs> zeker, zeker. Even kijken. Hebben we, denk ik, de factoren besproken die uh, belangrijk zijn... voor het slagingspercentage van therapie? Um, ja, ik denk het wel. Dus inderdaad, het gaat om de timing. Het gaat om de klik met je psycholoog. Het gaat er ook om, hè, kijk, niet alleen de behandelvorm... Maar ook of de behandeling gericht is op hetgeen waar jij last van hebt. Hè, kijk, stel je voor dat jij een behandeling krijgt op je paniekstoornis, maar je hebt eigenlijk veel meer last van een laag zelfbeeld of dingen die je hebt meegemaakt, ja, dan is daar ook een mismatch in. En wat je dus ook soms ziet, is dat hè, op het moment dat jij um, traditioneel gezien, stel je voor dat het er een beetje vanaf springt, dat jij bijvoorbeeld een, uh, uh, een alles wijst erop dat jij een paniekstoornis hebt, ja, dan is de kans dat een paniekstoornisbehandeling goed werkt, die is gewoon groot. Ja. Maar op het moment dat je er allemaal net een beetje tussen zit, dat je denkt van, hé, hey, ik heb wel heel veel klachten, maar het is en een beetje dit, en een beetje dit, en een beetje dit, en een beetje dit, dan merk je dus vaak dat de, de kans dat je een therapeut hebt die daar goed bij aanslaat en die daar chocola van kan maken, dat die gewoon kleiner is. En ja. dat kan soms heel erg frustrerend voelen. En ik denk dat dat ook heel erg lastig is voor cliënten, dat ze denken van, hé, hey, en dit speelt er allemaal in mijn leven. Het is ook natuurlijk moeilijk om je kwetsbaar op te stellen en dat allemaal te delen. En je hebt natuurlijk hoop dat de tijd die je investeert en de moeite en de energie, dat dat iets gaat opleveren. Het is gewoon heel erg belangrijk dat je je daarin dus denk ik wel begrepen voelt. Ja. En ook ja, dat is denk ik het allerbelangrijkste. En dat maakt dus ook dat ik er nu voor kies op het moment dat ik nieuwe cliënten aanneem. Dat we eigenlijk heel erg diep gaan kijken. om... We beginnen gewoon eigenlijk met overzicht creëren en begrijpen. En ook in het werkboek dan. Stel ik zoveel vragen om te helpen mensen bij hun kern te komen. En eigenlijk zoveel details waarvan ik denk van, oh, achteraf gezien, toen ik het, um, nou, jaren geleden dus in de SGGZ bijvoorbeeld werkte, dan waren dat bepaalde onderwerpen waar ik soms nooit bij kwam. Of bepaalde onderwerpen waar je dacht na 15 sessies van, oh, je bent gepest. Ja. <laughs> oh, oh. Dat, kan, uh, dat kan wel een link hebben, inderdaad. Ja, vader was dus zo, oh, oké. Okay. Ja. Oh, ah, ja. ja. Dus, dus dat je dan eigenlijk denkt, sommige onderwerpen hè, die zijn dan soms zo subtiel. Kijk, ik vroeg eigenlijk eerlijk gezegd um, een jaar geleden, ik vroeg nooit naar broertjes of zusjes. De focus lag altijd een beetje op de ouders, hè, als je die route opging. Maar nooit echt dat je dan ook eigenlijk gaat uitvragen van, hé, hey, heb je het gevoel dat je broer of je zus voorgetrokken werd ten opzichte van jou? Of um, hè, dat je eigenlijk alles al, al vraagt, of dat je, dat je altijd uitvraagt voor pesten of dergelijke ja. dingen die je meemaakt. Of, dat je zo diep op dat karakter van die vader gaat zitten, dat je denkt zo van het is niet alleen van hey heeft hij je mishandeld of niet en heb je je geliefd gevoeld, Dat je ook gaat kijken van hey was hij angstig aangelegd is hij perfectionistisch had hij hoge eisen voor je hoe reageerde hij op je op het moment dat je faalde of wat dan ook ja. en je ziet dus eigenlijk dat juist door dat uitgraven dat je daardoor eigenlijk heel snel denkt ze van hey wacht eens even ik snap jou ja en dat je daar samen natuurlijk over in gesprek gaat. Daar heb je ook die één-op-één-sessies natuurlijk voor. Want dat je dan eigenlijk veel meer kijkt zo van... hé, hey, wacht, ik zie dit en ik zie dit en ik zie dit. En in combinatie met je ervaringen... en natuurlijk alle therapievormen die ik, uh, waar ik in geschold ben... dan denk je zoiets van, hé, hey, hier kan ik iets mee. Ik snap jou. En dit zit er bij jou niet in, dit hele grote megatrauma. Maar, zit hem, maar het lijkt hem er maar wel in te zitten dat... Hè, je moeder bla, bla bla bla, je vader bla bla, bla hè, misschien met broertjes of zusjes of schoolervaringen... of wat dan ook. Ja. Dus je denkt van... hé, hey, ik snap jou... en hier kunnen we iets mee. Ja, ja want dat brein in die eerste jaren... er gebeurt zoveel... en het brein heeft ook bepaalde dingen nodig. Dus dat is ook onze mening. Ook voornamelijk ook in het kentje. Als je zo dicht mogelijk bij jezelf blijft... in je verleden... dus voornamelijk je directe omgeving... want daar gebeurt het. Als je daar flink gaat graven... dan kom je zoveel linkjes tegen. Soms dat je echt ja. denkt van... Nu snap ik het eindelijk. En dat is dus, om terug te komen, dan maakt het ook logischer dat je begrijpt waarom je vandaag de dag tegen dingen aanloopt. Dus als je thuis denkt van, hé, hey, daar ben ik ook benieuwd naar. Ik wil ook zo'n, ook, ook gaan graven op deze grondige manier. Dan is het kentraject interessant en kijk dan vooral op onze website kistenijzer.nl slash um, Ja, ik denk dat we zijn aangekomen bij de tip van de week. Wat gaan we, wat gaan we vandaag meegeven? Um. Nou, de tip van de week is misschien een. Ja, dat is misschien een leuke. Ik moet altijd uh, hard op nadenken. Ja, ik denk hier van tevoren <laughs> niet over na. Dat je altijd voor het blok, hè? Van verschillende mensen. altijd iets voor het nu. blok gezet. Ja. Um, nee, wat ik mensen zou aanraden thuis, omdat het over. Um... Ja, we hebben het over therapievormen. Um, nou, zeker voordat je eerder therapie hebt gehad, dat je dan opschrijft welke therapie je hebt gehad, uh, de therapievorm, wat je eraan hebt gehad, maar ook. Um, wat je hebt gemist. Mm -hmm. he, dat je gewoon eigenlijk voor jezelf gaat kijken van, hé, hey, op het moment dat je nog klachten hebt, maar je hebt eerder therapie gehad, dat je dan eigenlijk bij jezelf nagaat van, hé, hey, snap ik dat? Begrijp ik, begrijp ik waarom dat niet bij mij volledig heeft gewerkt? Dat geeft al vaak wel een inzichtje in van, hé, hey, wat heb jij gemist? He? Was dat een bepaalde klik met de psycholoog? Of was het een bepaalde vorm? Of was het een bepaald aantal, werkt het wel, maar werd het te vroeg gestopt? He, er zijn heel veel redenen. Dus ga voor jezelf na op het moment dat je therapie hebt gehad. En je bent onvoldoende hersteld, begrijp je dat. Ja. En daarnaast aanvullend, eh, zou ik ook eigenlijk zeggen van, hè, kijk, waar we het vandaag ook heel erg over hebben, hè, is dat je kan heel veel klachten tegelijkertijd hebben. Hè? Dus ook, we zeggen ook vaak in het kind: dat je hebt bijvoorbeeld een angstpad, kan je soms hebben, en een depressiepad en een hoofdpijnpad. Hè? Allemaal klachten die weer onderliggend door dezelfde of de andere verklaringen eh, kunnen komen. En eh, wat een heel mooi. Inzicht daarin geeft zijn soms triggers. Dus ik zou eigenlijk zeggen van hé, hey, maak een lijstje van je top 5 of je top 10 triggers waarvan je denkt zo van hé, hey, als dit dat gebeurt, hè, dus of stel je voor het is zomer of stel je voor um, je, je collega die, die, die doet een beetje kort af en dat je merkt ze van dat je daar heel veel klachten van krijgt of stress of spanning of wat dan ook, schrijf dat op, want dat geeft een kijkje in wat voor jou specifiek belangrijk is. Ja, en neem dat mee naar je therapie, inderdaad. Ja, dat, uh, dat ook. Oké, okay. nou ja, nou, mooie, mooie tip, tips, tip, tips van de week. Ja, tips. Tips van de week. En uh, we zijn ook vooral benieuwd van wat jouw ervaring is met therapie. En wat jouw ervaring is waarom therapie wel geholpen heeft... of waarom therapie juist niet geholpen heeft. Dus laat dat weten in de reacties. Wij lezen eigenlijk alles mee. En ja, we zijn er gewoon heel benieuwd naar... van wat, uh, wat jouw perspectief daarin is. Dus deel dat vooral hieronder. En uh, voor nu wil ik jou bedanken voor je aanwezigheid weer, Aisha. En uh, voor jou als luisteraar bedankt ook weer voor het luisteren. Vergeet niet om je te abonneren op ons kanaal. Vergeet ook niet om duimpjes of sterretjes achter te laten. Want dat zorgt ervoor dat deze podcast in de juiste handen of ja, in de juiste oren terechtkomt bij <laughs> mensen die dit ook uh, kunnen gebruiken en nodig hebben. En we zien steeds vaker ook dat onze podcast wordt gedeeld. Dus ken jij mensen in de omgeving die bijvoorbeeld hier baat bij kunnen hebben of die dit misschien interessant vinden? Vergeet dan ook vooral niet deze podcast te delen met hun. En dat mag natuurlijk ook op je social media kanaal. Voor nu zou ik zeggen: bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer dan maar weer. Tot de volgende keer.